Gerrit Berkelde. Tussen 2005 en 2010 actief geweest als wethouder voor de gemeente Deventer. Na de verkiezingen van 3 maart viel het doek voor GroenLinks in een nieuwe coalitie en moest Gerrit stoppen als wethouder. Ter afscheid deze reportage. Gerrit heeft in zijn wethouderschap veel betekend voor de samenleving hier in Deventer. In deze aflevering gaan we het hebben over zijn grootste passie, Afrika, het ontwikkelingswerk dat Gerrit jarenlang deed in Burkina Faso, West-Afrika. En wat is dan toch dat aan Afrika wat u zo trekt? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het is denk ik het gevoel ik ben een landbouwvoorlichter. Dus het werkveld landbouw is voor mij altijd een belangrijk uitgangspunt. Ja, en je komt ergens, ja. Sommige mensen komen in Amsterdam, ik ook. En ik vond het waanzinnig leuk. Je komt in Deventer en je vindt het waanzinnig leuk om te beschrijven het waarom. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel dat ik terwijl ik daar met Afrikanen aan de praat was, dat je hoe eenvoudig en hoe ongeletterd ook mensen een verdomde goed beeld hebben van hoe de wereld in elkaar zit. Je kunt daar, je kunt echt met mensen aan de praat, je kunt met mensen werken. Het geeft een bepaalde sfeer. Als je uit het vliegtuig stapt, ja, dan ruik je Afrika, dan ruik je de warmte, een beetje vochtige lucht. En dat geeft een gevoel van erkenning. Nu ik erover praat, ruik ik het. Ik bedoel, eenmaal verknocht aan een land, aan omstandigheden, blijf je dat. Hoezeer ik uiteindelijk ook weer afkeer heb gekregen van bepaalde ontwikkelingen. Ik bedoel, de jaren in Mozambique, die waren heel zwaar. Dat waren de laatste jaren van de burgeroorlog in Mozambique. Mozambique heeft 25 jaar burgeroorlog gehad. En ik heb daar de laatste 2 jaar, de laatste 5 jaar, maar de laatste jaar was het vrede, maar de laatste 4 jaar van de burgeroorlog meegemaakt. En dan zie je hoe een land, hoe mensen hun eigen land echt totaal in de vernieling kunnen helpen. Weliswaar ik weer in dat spel van de Koude Oorlog, de opstandelingen werden gesteund door Amerika, door Reagan en alle andere presidenten die daar gezeten hebben. En de regering werd gesteund door Moskou, dat was de linkse regering. Nou, in die tegenstelling heeft men samen met de bevolking echt dat land echt totaal naar de Filistijnen geholpen. Het is een land met 1500 kilometer palmenstrand. Het is waanzinnig mooi. Het heeft je kunt er alles telen wat je maar kunt verzinnen. Het is potentieel een zeer rijk land. Maar 25 jaar burgeroorlog, daarna is er niks meer over. Dus toen ik het laatste jaar mocht ik als eerste westeling zo'n beetje door de frontlinies wandelen. Over een geitenpaadje in een mijnenveld. En dan kom je aan de andere kant van de frontlinie aan en daar liepen mensen gewoon naakt rond. Die hadden echt gewoon helemaal niks meer. En dat maakt een ontzettende indruk op je. Dat zijn beelden die je ook eigenlijk nooit meer vergeet. En dan denk je van, nou ja, ik ben wel verliefd op Afrika. Maar het wordt dan ook wel een beetje een haat-liefdeverhouding. Het is ook, je ziet dan hoe mensen die dat niet gezocht hebben, hoe die tot echt in de diepst verdeeld kunnen raken, op elkaar kunnen gaan schieten, met elkaar oorlog kunnen gaan voeren. En vervolgens een jaar later zitten ze samen aan tafel en gaan ze onderhandelen en wordt het vrede en dan pakken ze de draad op van 25 jaar geleden. Ja, waarom ben je dan verliefd op Afrika? Ja, dat weet ik niet. Eerst terug naar waar het begon. De jonge Berkelder werd geboren op 10 juni 1955 in Doetinchem. Zijn ouders hadden een eigen winkel in ijzerhandel en verkochten onderdelen als schroeven en gereedschap. Toen de jonge Gerrit naar school ging om zijn dromen na te streven, werd het hem al snel duidelijk dat niet alles zo soepel zou verlopen als dat hij had gehoopt. Ik heb gezeten op een school, een achterbuurtschool. En daar was ik dus een briljante leerling. Daar haalde ik altijd tienen. Maar dat had je pas door toen je op de middelbare school kwam. Want daar haalde ik in één keer alleen maar zesjes. Namelijk dat laatste jaar, dat zal ik nooit vergeten, dat ik heel veel herexamens had. En de zomermaanden in de Kruisberg op de berg zat. En daar sommen uit mijn hoofd zat te leren. Want dan had je ook nog mondeling meetkunde, stereometrie. En om dat vak überhaupt nog met een voldoende te kunnen afsluiten, heb ik 500 sommen uit mijn hoofd geleerd.
Waarvan ik toevallig 2 op het mondeling examen kreeg. En daarmee had ik een 5 en een 5 en een 4. Dus afgerond weer een 5. En daarmee was deze jongen geslaagd. Buiten schooltijd was voetbal de hobby waar de meeste energie naartoe ging. Tijdens zijn puberteit kreeg Gerrit, net zoals zijn medestudenten, veel indrukken op school. Het was een tijd waar het drugsgebruik toenam en studenten in Amsterdam opstandiger werden. Toen hij voor het eerst een leerlingenraad op school kwam, stapte Gerrit daar meteen in. Ik was niet de grootste opstandeling op school, dat nog niet. Maar ik was wel redelijk bewust en dat was nog niet iedereen. Maar het was wel de periode dat je op de middelbare school en op de universiteit toch wel heel veel debat en discussie had. Dus het was wel een beetje die periode dat iedereen wel bezig was met de wereld. We waren bang voor de Koude Oorlog, was dat Amerika. Iedereen was toch wel bevreesd voor atoomoorlogen. Dus de opstandigheid van de jeugd van toen, dat zou je nu van een 55-jarige misschien niet meer zeggen. Maar dat was voor ons wel de periode waar je begon af te zetten tegen hoe de wereld in elkaar zat. Toen ik 14 was, toen mocht ik van mijn ouders voor het eerst naar de film. Van filmen van keer voor 14 jaar en ouder. En toen draaide er een film in de bioscoop over de Koreaoorlog. Zo'n vreselijke film, een hele bloederige toestand. En dat was ook voor mij het moment waarop ik boven mijn bed schreef, ik ga nooit in dienst. Toen ik die film gezien had, ik heb het einde van de film niet gehaald. Dat maakte op mij zo'n indruk van dat je als mens zo beestachtig kunt worden in tijden van oorlog, dat ik voor mij in ieder geval op mijn 14e vaststond dat ik nooit in dienst zou gaan. En vanaf die dag ook op heb georiënteerd van hoe kom ik daar vanaf, hoe zorg ik dat ik dat niet ga doen. Ik wil het ontwikkelingswerk in. Wil je ontwikkelingswerk doen, dan moet je een praktische en nuttige opleiding gedaan hebben, verpleging of techniek of landbouw. En ik heb gekozen voor landbouw. En ik heb hier in Deventer aan de landbouwschool heb ik mijn HBO-diploma gehaald. Waarna ik naar Afrika ben getogen en inderdaad niet in dienst hoefde. Al met al 8 jaar, inclusief tussenpozen, heeft Gerrit in Afrika ontwikkelingswerk gedaan. Met zijn opleiding aan de hogere landbouwschool ging hij aan de slag als landbouwvoorlichter in Burkina Faso, West-Afrika. Met die functie leerde hij onder andere de lokale bevolking hoe landbouwvoertuigen in te zetten door middel van ossen. Dat was in de periode dat Prins Klaus nog voorzitter was van de SNV. En die heeft ook een weekje toen bij mij gelogeerd. Nou, natuurlijk erg leuk dat de voorzitter van de SNV bij je komt logeren. Maar dan natuurlijk nog veel leuker als dat Prins Klaus is. Zo alles wat er altijd over die man gezegd is, dat kan ik alleen maar bevestigen. Ja, u heeft leuke momenten met die man. Een mabel man en een zeer deskundig en bevlogen iemand op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. Nou, dat is maar een weekje, maar het is natuurlijk wel erg leuk dat je dat als 21-jarige meemaakt. Hij heeft op uw logeerbed gelegen? Ja, hij heeft bij mij gelogeerd. Dat is gewoon altijd een leuk verhaal. En ook s'avonds bij u aan de keukentafel gegeten? Een biertje gedronken en gewoon. Hij was gewoon de voorzitter van SNV. Je wist natuurlijk dat het Prins Klaus was, maar het was gewoon iemand die in functie was. En die gewoon kwam werken en ging kijken hoe zijn ontwikkelingswerkers het in Afrika en de rest van de wereld deden. En dat deden hij op een zeer deskundige en betrokken manier. En ook op een strenge manier. Hij wilde wel kwaliteit hebben. Dus het was echt een kundig ontwikkelingswerk. Langzaam begon Gerrit steeds meer interesse te krijgen voor de politiek. En op een dag wist hij het zeker. Dankzij een lokale boer in Afrika deed het hem beseffen dat het in de wereld draait om machtsverhoudingen. Ik kan me nog herinneren dat een boer na 1 of 2 tegen mij zei, nou, ik vind het hartstikke leuk dat je ons dit leert. Maar dadelijk kunnen wij het. En dan zijn de graan- en de katoenprijzen weer zo laag dat het voor ons helemaal niet loont om die ossen van jou te gaan gebruiken. Dus doe daar eens wat aan. Nou, uiteindelijk zegt men, dat is een heel, heel groot politiek statement voor een boertje ergens in Afrika die zich realiseert dat de graanbeurs in Parijs en de katoenbeurs in Parijs voor hem veel belangrijker zijn, of minstens zo belangrijk zijn, als de kennis die hij zelf heeft en dat beetje extra kennis wat ik kon brengen. Dus voor mij is het ook geleidelijk, ben ik me ook meer gaan politiseren, bewust geworden van hoe de wereld in elkaar zit en machtsverhoudingen. En eigenlijk is dat gesprek met die boer voor mij het begin geweest. En ook wel de gesprekken met Klaus eigenlijk en met alle andere ontwikkelingswerkers. Dat, ja, techniek is leuk. Kennis overbrengen is heel belangrijk, dat blijft belangrijk. Zal ik nog steeds ook erg leuk vinden om dat nu nog te kunnen doen. Maar het gaat uiteindelijk om machtsverhoudingen in de wereld. Dus na mijn
opleiding of na mijn werk in Afrika heb ik dan ook gekozen om opnieuw te gaan studeren. Een politicologie, de studie van de macht. Hoe zit de macht in elkaar en komt die tot stand en hoe verdeel je die? En eigenlijk is dat door die boeren is dat zich ongetwijfeld niet bewust. Maar dat gesprek over machtsverhoudingen in de wereld, politieke verhoudingen, economische verhoudingen met een eenvoudige boer in Afrika. Dat heeft bij mij als toen nog redelijk technisch georiënteerde landbouwvoorlichter de ogen geopend van nee, je moet veel verder gaan. Het gaat toch om politieke keuzes in een samenleving. En dat is de weg die ik daarna ben gaan bewandelen. De Leeuweninnenstoren, een heel makkelijk voorbeeld. Iedereen vindt het zo vanzelfsprekend dat we daar geld in stoppen. Dat we dat beeldmerk van de stad, dat we daar dat we dat willen behouden. En dat maakt niet uit of je nu moslim, christen of atheïst bent. Het is ons kerk, het is ons toren. Het is als je aankomt rijden over de A1 of met de trein, ik ben weer thuisgevoel. En dat hebben we allemaal, ongeacht onze huidskleur, onze achtergrond. Dus dat culturele, dat bindt ons. Daarmee zijn we Deventeraar.